Hallo? Het is een blik op een bordspel. Nou, het is eigenlijk geen bordspel. Het is een escape room game. Ik weet niet precies wat het is. We hebben dit spel opgestuurd gekregen van Identity Games. We hebben hem niet zelf gekocht. We hebben dit spel gekregen. En een escape room is in het echt, om het zo maar te zeggen, is een ruimte waar je dan met een paar vrienden of vriendinnen wordt opgesloten. En dan moet je eruit zien te komen door puzzels op te lossen. En dat moet dan binnen een uur. En dat is dan een speciale ruimte en overal liggen hints verstopt en alles en zo. En dit is dan zeg maar de huiskamerversie ervan. En er zitten hier 4 spellen in. En wat er nog meer in de doos zit is een chronodecoder. Dat is dit ding. En dat telt af, neem ik aan. Een hintdecoder. Nou ja, daarmee kan je hints ontdekken. 16 sleutels. 4x8 hintkaarten. Die heb je dan nodig om puzzels op te lossen. En 4 verschillende avonturen. Nou, ik weet dus niet precies hoe dit werkt. Ik ga hem dus openmaken en kijken wat erin zit en zo. En hoe het, wat de handleiding zegt. Maar ik weet wel dat als je ze eenmaal hebt gedaan, kan je ze niet nog een keer doen. Want dan weet je de oplossing al. Maar er zijn wel uitbreidingen te koop. Dit is de Chrono Decoder, is hier een beschrijving van. En even kijken, de ultieme console voor jouw escape room avontuur. Hij telt af van 60 naar 0. Zodra je op start drukt, begint de klok te tikken. Dan start de race, het wordt steeds intenser. Even kijken, nou, je moet de juiste sleutels invoeren. Het zijn deze dingen waarschijnlijk. En na een derde juiste code stopt de tijd op de Chrono Decoder. En weet je of jullie op tijd zijn ontsnapt. Nou, klinkt hartstikke spannend. Het is wel vanaf 16 jaar en ouder. En dit zijn de escape rooms die erin zitten. Prison Break, 10 jaar de cel in voor een misdaad die je niet hebt gepleegd. Niveau is 2, dus die is niet zo moeilijk. Het is een goede start, denk ik, om te doen. En hier moet je dus ontsnappen, dus dat is in een gevangenis. In het echt word je dan zeg maar uitgenodigd voor een gevangenis. Dan kan je daarin gaan zitten. En dan moet je eruit zien te komen. Een virus. En met een labpartner. Nou, nuclear. Ik ga hem gewoon openmaken. En dan gaan we kijken wat erin zit. En dan kom ik zo meteen terug als ik de doos open heb gemaakt. Dit is wat er in de doos zit. De decoder. Hier in deze decoder moet je sleutels steken. Dit zijn de plekken voor de sleutels. En dit zijn de sleutels. Daar staan allemaal getallen en cijfers op. En die, als je die in de juiste volgorde hier inzet, dan ga je verder. En waarom is het belangrijk? Nou, het spel bestaat uit een aantal fases. En dat zijn 3 fases. En om door zo'n fase heen te komen, moet je dus deze sleutels hier invoeren. En als je hem goed hebt ingevoerd, dan ga je door naar de volgende fase. Heb je het fout ingevoerd, gaat er 1 minuut van de 60 minuten af die je hebt. Want je hebt maar 60 minuten om het te spelen. Heb je het eenmaal opgelost alles, kan je niet nog een keer spelen. Zijn uitbreidingsset stond er. En wat je moet doen, is er zijn van deze enveloppen. Dit is Prison Break. Die envelop open je. En dan moet je de opdracht, nou hier staat dus niet open. Die mag pas open als je gaat beginnen natuurlijk. Dus ik doe het nog niet. Maar dan moet je dus de opdracht helemaal voorlezen. En dan moet je dus de raadsels op gaan lossen met de spullen die erbij zitten. Er zitten hier allemaal dingen in en zo. En die geven je raadsels. Hier zijn hints in. Kijk, met hintkaarten. En die kunnen je verder helpen. En ja, je moet het dus samen spelen met 3 of meer spelers. En op een gegeven moment is er dus zelfs ook nog een decodering die je moet doen om alle codes te doen. En je hebt dus maar een uur. Hier zie je dat er hintkaarten zijn en daar kan je de hint zien. Nou, hier wordt het allemaal uitgelegd. Maar het is dus eigenlijk gewoon een aantal puzzels die je binnen een uur moet oplossen. Dat is het spel. Het zijn gewoon 3 fases met allemaal raadsels. En die raadsels moet je oplossen. En elke keer als je een fase, als je denkt dat je er klaar voor bent, dan kan je hier dus de sleutels die je hier ziet invoeren. Het is dus redelijk, het is best lastig. Je begint dus met een makkelijke zoals, nou ja, makkelijk. Ik weet niet hoe makkelijk die is. Maar je begint met Prison Break. En na Prison Break ga je dus die andere doen. Op de zijkant van de doos staat de volgorde. Er zijn uitbreidingssets. Elk spel is dus maximaal een uur. Het zijn er 4. Dus je hebt dan 4 uur spelplezier maximaal met een aantal mensen wat je het kan doen. Ik ga dus geen spoilers geven van wat de oplossingen zijn en zo. Ik ga het nog wel binnenkort spelen, maar ik weet niet of ik dat voor kerst lukt. Want ik heb natuurlijk nog 1 iemand extra nodig voor met mijn vrouw erbij. Dan zijn we met z'n 3'en. Misschien 2 personen, dat kan ook natuurlijk nog. Maar met z'n 2'en is het niet echt handig. En dit is eigenlijk een beetje een idee van puzzels oplossen, dat is wat je moet doen. Ik wilde weten wat Prison Break was, of tenminste Prison Break. Ik wilde weten wat de escape room was. En dat weet ik nu. Het zijn hele moeilijke raadsels die je binnen een uur moet oplossen met een groep mensen. En er is zelfs een app bij die muziek speelt, zodat het steeds spannender wordt als de tijd korter wordt. Het lijkt mij hartstikke leuk. Als ik het heb gespeeld, ga ik jullie natuurlijk ook nog vertellen wat ik ervan vond. Of het me is gelukt. Maar geen spoilers. Ik ga jullie niet vertellen wat de oplossing is, want dat is natuurlijk een beetje jammer.
Dit was dus meer een soort preview van de escape room. Het klinkt heel spannend. Nou ja, het doel is hier dus inderdaad, elk avontuur bestaat uit 3 delen. Elk deel moet je een code vinden bestaande uit 4 sleutels die je invoert in de Chrono Decoder. Om het spel te winnen moet je binnen 60 minuten de 3 juiste codes vinden. Nou, en ik heb wel zoiets, als dit dus leuk is en dit lukt en alles en zo, ga ik misschien nog wel een keer een paar vrienden uitnodigen en dan gaan we naar een echte escape room. Ik weet het niet. Dit was dit filmpje. Wil je op de hoogte blijven? Klik dan daar op abonneren en daarnaast is een belletje. Hier kan je op mij abonneren door mijn logo te klikken, daar voor mevrouw. Hier zijn 2 leuke playlists of video's. Tot de volgende keer.